Maar stel je voor, je bent zwanger en je bent helemaal gelukkig. Je gaat naar het ziekenhuis, want vandaag ga je bevallen. Je gaat even naar de wc en er blijkt iets mis te zijn. Je babytje wordt geboren en die sterft in je armen. Ik heb zelf geen kinderen. Ik kan het me niet voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat dat het ergste is wat je kan meemaken. Ik ben Rob van der Leij. En ik maak schilderijen voor ouders van doodgeboren en jong overleden kinderen. Ik merk gewoon als ik iemand kan helpen dat ik daar gelukkig van word. En als ik die twee dingen kan combineren door die mensen te helpen die echt een pijn hebben die je niet kan voorstellen. Dan ben ik helemaal ben ik gelukkig, maar dan kan ik daar ook iets doen voor iemand. Iemand zijn pijn verlichten. En ik denk ook dat je talent hebt gekregen om daar iets mee te doen. Je geeft iets, hoe moet ik dat zeggen, de laatste mensen ook, die vlogen om mijn nek. En het is sowieso tranen met uiten. Ik sprak met die vader van het laatste schilderij dat ik gegeven heb. Die man die was bang dat het een pijn zou doen. Iedere keer als hij dat schilderij zou zien. Maar hij zegt, dat is helemaal niet zo. Hij zegt, ik heb nu iedere keer het gevoel dat ze dichtbij me is. En dat is wat ik wil. Ik wil hoop geven. Ik wil dat ze die liefde voor het kind, wat ze toch hebben, ondanks dat het er nu niet meer is. Mensen blijven steken bij dat het kind dood is gegaan. Hè? En iedereen zegt, het is erg. Maar er is meer. Het blijft hun kind. Dat is ook iets wat in de maatschappij haast niks mee wordt gedaan. Maar ook al is het een miskraam, ook al is het, je hebt daarmee die moeder heeft daarmee in de buik gelopen. Ja, dan stort je wereld in. En als ik dan iets kan doen, dan kom ik daar met een schilderij. En daar staat alles in wat hun voor dromen hadden voor het kind. Waar ze denken dat het nu is. En dat is onbeschrijfelijk. Op dit moment werk ik als coördinator van een serviceafdeling. En ik heb tegen mijn baas gezegd, hou er rekening mee dat ik vandaag of morgen ermee stop. Want ik voel gewoon dat ik dit moet doen. Ja, wat ik wil is mensen helpen. Die ouders helpen door middel van een goed gesprek. Dan vanuit dat gesprek, daar maak ik een beeld van. En dat beeld, daar maak ik weer een schilderij van. Dat wil ik kosteloos doen, omdat je kan met die mensen niet onderhandelen over een prijs. Wat is het waard? Zoiets. Ja, voor die mensen onbetaalbaar. Qua materiaal niet zoveel. Dus ik heb een aantal dingen bedacht om dit uiteindelijk zelf te kunnen financieren. Maar nu lukt dat nog niet. Dus ik heb een 2 jaar overbrugging nodig. Ik hoop dat jullie mij daarbij willen helpen. Om mijn baan heb ik opgezegd. Ik heb aangegeven van, als ik genoeg sponsoring heb, dan stop ik ermee. En dan ga ik fulltime mensen helpen die een kind hebben verloren. Met de dingen die ik kan. En dat is schilderijen maken. En het gevoel interpreteren van hoop en liefde wat hun voor hun kind hebben.